ik ben Rob Huibers. Ik geef les bij commerciële economie. En sinds ruim 3 jaar werk ik nu ook bij het Avans Ondernemerscentrum als business developer. Ja, hoe ziet mijn werkdag eruit? Ik knip mijn week eigenlijk op in tweeën. Dus Avans Ondernemerscentrum en lesgeven bij commerciële economie. Een dag bij het Avans Ondernemerscentrum zit eigenlijk vol met afspraken met ondernemers. Daarin studenten te betrekken hier op het Avans Ondernemerscentrum te laten acteren. Als ik bij de academie ben, dus echt lesgeef, dan heb ik mijn rooster. En dan zijn er projectgroepen die aangestuurd moeten worden. Je geeft colleges, je geeft trainingen. Je gaat in conclaaf met je mededocenten om te komen tot nieuw onderwijs. Je bent met diverse doelgroepen bezig. Voor mij, vanaf het eerste moment, voelde Avans gewoon als een warm bad. Mijn naam is Koert de Lange. Ik werk als docent bij Avans, bij de opleiding Small Business and Retail Management in Den Bosch. Ik had het al toen ik voor het eerst hier op de Onderwijsboulevard 215 naar binnen kwam. Je merkt gewoon, het is heel los. Je merkt wel eens een stuk onderlinge samenhang. Ja, ik zelf vind Avans een hele leuke werkgever, omdat wij toch het stukje persoonlijke ontwikkeling binnen onze opleiding ook wel heel hoog in het vaandel hebben staan. Je moet je voorstellen, studenten die komen als ze 17 zijn, komen ze hier op school. En wat je ziet is, door de jaren heen maken ze een ontwikkeling door. En als ze dan in het derde, vierde jaar zitten, de stage gehad hebben, ja, dan zie je sommigen echt helemaal niet meer terug. Mijn naam is Pien Clement en ik ben docent communicatie binnen Avans bij de opleiding Bouw en Infra. Naast mijn onderwijzende rol ben ik ook studieloopbaanbegeleider. Dus als ik bijvoorbeeld een uur college heb gegeven aan 145 studenten, dan heb ik daarna individuele gesprekken met mijn studieloopbaanstudenten. Wat we ook terugzien is dat we de lat hoog leggen. Ik denk dat dat kenmerkend is voor Avans Hogeschool, is dat we telkens dat stapje extra eisen van de student, waardoor ze verder komen. Ik ga iedere dag met veel plezier naar mijn werk. Klinkt als een cliché, maar ja, onderwijs is echt iedere dag anders. Dus iedere dag nieuwe belevenissen.